De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amsat Abdul, vindt dat de verschillende taken van de rekenkamer heel goed zijn geregeld in de ontwerpwet voor dit orgaan. Het DNA-lid wees er ook op dat in het licht van alle ontwikkelingen binnen de financiële sector het nu de tijd is om deze wet integraal te wijzigen. Vooral ook omdat de huidige wet op de rekenkamer dateert van 1953. Volgens Abdul is het dus zaak om na 65 jaren dit orgaan bij wet zodanig te regelen dat deze kan inspelen op de huidige ontwikkelingen en behoeften. Ook moet het toezicht van de rekenkamer op de staatsfinanciën verder worden verscherpt, benadrukt Abdul. De toevoeging, voorzitter, in de memorie van toelichting, en ik citeer, begin citaat, de herziening van de wet op rekenkamer is daarom mede gericht deze onafhankelijke positie van de rekenkamer meer gestalte te doen geven. Zij zal administratief en comptabel niet meer onder financiën vallen en rapporteert rechtstreeks naar de Nationale Assemblée. Einde citaat. Is een toevoeging, voorzitter, waarin ik me volledig in kan terugvinden. Zij die de behandeling van de nieuwe comptabiliteitswet hebben gevolgd, weten dat de verslaglegging volgens die ontwerpwet enorm zal worden aangepast. Het ministerie van Financiën zal bij de verslaglegging een zeer belangrijke rol spelen. Ook zal de overheidsadministratie enorm transparant worden. Ik denk dat het in dat kader en in het kader, onder andere in dat kader en ook in het kader van good governance, ook van belang is om een orgaan die belast wordt met het uitoefenen van toezicht op de overheidsfinanciën niet onder dit ministerie onder te brengen, voorzitter. De commissievoorzitter is er helemaal voor dit orgaan onder het ministerie van Binnenlandse Zaken te plaatsen. Het DNA-lid gaf het parlement ook mee dat het belangrijk is dat alvorens de rekenkamer tot een finaal verslag komt, zij dit eerst overlegt met de Nationale Assemblée. De commissie staatsuitgaven van de Nationale Assemblée is hiermee belast. Voorzitter, mede in verband met de waarborging van de onafhankelijke en objectieve positie van de rekenkamer is het niet raadzaam dat zij ten aanzien van het verslag hierover in de media treedt. De verslagen worden openbaar gemaakt door die te plaatsen op de website. Einde citaat, voorzitter. Ik wil aangeven dat ook deze toevoeging één is waarachter ik mij volledig kan stellen. Met deze toevoeging kan de commissie staatsuitgaven haar werkzaamheden beter uitvoeren. Ook zou het mijns inziens niet correct zijn wanneer de rekenkamer op basis van haar eigen productie, voorzitter, een oordeel zou vellen. Laat de rekenkamer hun verslagen publiceren, openbaar maken, toegankelijk, voorzitter, voor een iedereen, bereikbaar voor een iedereen, voorzitter, voor een ieder. En laat dan het volk, voorzitter, een oordeel vellen over dat rapport. Abdul wilde naar aanleiding van de leden 4 en 5 van de ontwerpwet ook van de regering of van initiatiefnemers weten of het toegestaan is dat een partner van een lid van de rekenkamer een bedrijf kan runnen die handelsrelaties heeft met de regering. Aldus de NDP-fractieleider en voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amsat Abdul, afgelopen dinsdag bij de behandeling van de ontwerpwet over de regels inzake de instelling en organisatie van de rekenkamer van Suriname.